de zon te vinden. Stap op mijn slee en ga met me mee. Het tweetal trok verder tot ze bij een heuveltje kwamen en er zat een vrouw die gewapend was met pijl en boog. Wat ben jij voor vrouw? Vroeg de twee op de slee. Een die haar doel nooit kan missen. Met pijl en boog raakte ik steeds al wat rende en vroeg. Hé, dat treft goed. Dan kun je ons helpen de dochter van de zon te vinden. Met z'n zevenen trokken ze verder tot ze gekomen waren bij een huis met muren van ijs. En een dak van ijs. Het ijs was niet doorzichtig. En de deur van het huis was op slot. Dat betekent niets voor mij, zei de vrouw die alles kon zien en horen. Ze keek naar binnen en floot tussen haar tanden. Daarbinnen zit een heel mooi meisje, zei ze. Ze straalt als de zon. Dus dat zal zijn dochter zijn. Nu nam de vrouw die altijd raak schoot, pijl en boog. En ze schoot het slot van de deur stuk. De deur sprong open. En zes van de zeven gingen naar binnen. De reus bleef buiten, want hij was veel te groot. Van binnen was het huis vol van gouden licht. Dat van het mooie meisje afstraalde. De dochter van de zon had helder rond haar. Ze droeg koperen sieraden die blonken als zonneschijn op water. Ze zei, wie zijn jullie? En hoe komen jullie zes er zomaar binnen van? We zijn op zoek naar de dochter van de zon. Joop, wil jij ook wijn? Echt niet. Dat was zeker jouw vader, dat had ik helemaal niet herkomen. De nieuwe koning. Ja. Ja, maar ook nog later. Hey. Ja, ik maak nooit ruzie. Dus kijk,